Hallo, wij zijn de leden van Team Dragon. Wij doen aan Mixed Martial Arts. Wij zijn op zoek naar recreatieve en competitieve leden die met ons samen de kooi of de ring in willen stappen. Voor meer info, contacteer de Stip. Hey! In het Antwerpse Brecht kan je terecht voor een serieuze portie gevechtsport. Ik ben Kurt, ik ben de oprichter van de Cagefight Club Team Dragon en ik doe dit momenteel de gevechtsport al 22 jaar. Oké, jongens, we gaan ons gebied met twee zetten. We gaan even een defense en een one leg takedown halen voor onszelf veilig te stellen. Cagefight of MMA is een combinatie van alle gevechtsporten en daarbij de beste technieken uitgenomen. En dat is eigenlijk een echt vervolmaakte gevechtsport. Dat is de bedoeling. De kooi waar we in vechten in principe lijkt vrij underground, lijkt vrij duister en dergelijke, maar het is eigenlijk helemaal niks van dat. Het is veiliger dan een ring, want de wanden zijn veel beter beschermd. Mensen kunnen er niet uitvallen. Dat been vasthouden, uitstappen en trekken aan dat been. Zo aan. Hier dus, als je dat doet, smet elkaar niet te ver. De kooi is niet groot. Hè. De jongeren doen eigenlijk cagefighting om een groter zelfvertrouwen te krijgen. Om eigenlijk zichzelf, als er iets moest voorvallen op straat of dergelijke, zich beter te kunnen verdedigen. Maar buiten dat is het voornamelijk om te groeien in de sport. Puur ontspanning. Het is een uitlaatklep. Iets om te ontsnappen aan mijn dagelijkse sleur. Werken. Hier kunnen we een keer iets anders komen doen. In België is er momenteel geen officiële competitie in kooien. In de ringen wel, maar in de kooien niet. Maar hier in de club kan men trainen voor oefenduels voor eigenlijk later in het buitenland te kunnen groeien. Ja, op het moment dat ik in de kooi sta, komt al de adrenaline los. Daarvoor doe ik het eigenlijk. Zo'n oefenduel, dat is super. Gevecht om te winnen. Het geeft een rush, adrenaline. Cagefighter is vrij onbekend in België, maar de mensen die wensen om deze sport toch te oefenen of toch te leren, zijn welkom bij deze club en wij proberen de jongens te doen groeien in deze sport.